heb hier een boek, een heel dik boek. Gödel Escherbach. En waarom heb je dat meegebracht? Vanaf het vierde jaar, een van mijn collega's, Gerbrand Seder, en ik, wij lazen. Elke avond. De avond dat we op stap gingen, daaruit voort. Ik ben daar terug beginnen in lezen en ik vond het dus ongelooflijk. Ik kan niet geloven dat ik dat eigenlijk ooit verstaan heb. Waarover gaat dat eigenlijk? Gödel die had een aantal onmogelijkheid- en onvolledigheidsstellingen, dat was de naam. Escher was de kunst en Bach de muziek. En eigenlijk is dat wel een rode draad doorheen mijn leven gebleken. Woord, tekst, kunst en muziek. Een metamorfosische fuga op mensen en machines in de geest van Lewis Carroll. En die combinatie van mensen en machines en dingen en mensen, dat is ook wel een rode draad door mijn leven tot nu toe. Dus na 2 jaar dienden wij dus te kiezen. Wij moesten toen ook alleen maar 1 keer kiezen. En toen ben ik voor materiaalkunde gegaan. Materialen, uiteindelijk zijn alle dingen gemaakt uit materialen. Het gaat dus over de productie of de keuze van een materiaal als je een ontwerp maakt. 1. Dan, ja, materiaal heeft ook een zekere slijtage of hoe lang kunnen ze blijven, wat kunnen we er nog mee doen. Maar ook het ontginnen of het maken van het basismateriaal. Ja, dat heeft ook natuurlijk wel een hele grote impact. Je kunt een prachtig materiaal vinden, maar het is onbetaalbaar. Of het kan niet op een veilige manier ontgind worden. Als het nu gaat meer over titaan of koper of molybdeen of weet ik veel wat. Maar dan ook de toepassing van nieuwe. Hè. Composieten, Kevlar was er in onze tijd ook. Vandaar. En als wij studeerden, was er een heel veel tekort aan ingenieurs. Dus wij werden eigenlijk van de banken geplukt. Het VTK organiseert de jobbeurs. Toen nog in Faculty Club, daar ergens. En de eerste, ik ga daar binnen, ik zal het nooit vergeten. En de eerste die daar staat, is ExxonMobil. Zo 3 van die. Hè. Ik ga daar naartoe en ik zeg, en jullie? Jullie nemen zeker ook geen vrouwen aan in productie. Oh, die Amerikanen. Maar mevrouw Helsen, geen enkel probleem. Absoluut wel. U komt maar op interview. Ik had eigenlijk al een getekend contract voor ik afgestudeerd was. Zo'n groot bedrijf, het grote voordeel daar is dat je daar op heel jonge leeftijd heel veel kansen krijgt. En heel veel dingen mocht exploreren. Laat zeggen dat het is een structuur, zeker een systeem, dus het moet je wel passen natuurlijk. Hè? Het moet je wel passen. En ik wou dan van alles proeven, dus ik was heel rap internationaal en ben daar dan in productie begonnen. Ik ben heel snel leidinggevende geworden. Ik heb daar in aankoop, in verkoop, in training gezeten, in Brussel, overal in de wereld. Ik heb een eigen bedrijf opgericht, bijna 7 jaar geleden nu, waar wij binnenkomen in organisaties op transitiemomenten om eigenlijk een tijdje compagnon de route te zijn om eigenlijk een nieuwe ambitie of een opgedeelde ambitie te realiseren. Dus waarom doe ik wat ik doe? Als rode draad door heel mijn leven eigenlijk. En dat is mensen inspireren om boven zichzelf uit te stijgen. Eigenlijk heb ik dat ook altijd gedaan in de fabriek. En eigenlijk heb ik dat ook gedaan als ik hier aan de Unif was of als ik 3 jaar was zelfs. Maar dat was heel onbewust natuurlijk. En nu, dat is het stuk wat ik hier dan doe in mijn job. Ik ben dus eigenaar van het bedrijf. Ik doe een stuk business development om eigenlijk mensen te laten inzien dat het anders kan. En dat ze veel mogen dromen en hoge ambities mogen hebben. Hè, dat dus mogelijk is. Hè.